nieuwjaar. Eigenlijk mag ik het niet meer zeggen. Schijnt dat je dat na 6 januari niet meer mag zeggen. En het is vandaag, even kijken op mijn kalender, donderdag de 12e. Maar ik ga het toch zeggen, voor iedereen die ik nog niet gesproken heb of gezien heb, een warm en wollig 2017. Hier is het jaar goed begonnen. Vandaag is het koud en winderig hier in Rotterdam. En deze brei- en haakvlog zit weer boordevol mooie dingen, waaronder een giveaway. Sokken die ik aan het breien ben en nog veel meer. Maar allereerst, welkom als je voor de eerste keer kijkt. Mijn naam is Puk Vossen. Ik maak breipatronen en haakpatronen. En ik geef workshops door heel Nederland. En dat is mijn werk. Daar heb ik mijn baan van gemaakt. En daarnaast verzorg ik ook social media voor wolbedrijven. Of wolmensen. Mensen die werkzaam zijn in de wol. Zoals ontwerpers of garen producenten. En je kunt me vinden op Instagram en Ravelry en op nog veel meer plekken. Maar kijk daarvoor even naar de link die hieronder in het YouTube filmpje staat. Anders blijf ik altijd dezelfde dingen zeggen. Dat is ook een beetje saai. Want voor de terugkerende kijkers ook een warm welkom natuurlijk. Jullie weten al wie ik ben. Ik ben ontzettend blij dat jullie blijven kijken. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben weer deze week. Zoals jullie weten is het januari. En in januari zijn heel veel mensen altijd alweer bezig met het plannen van wat er komen gaat. Dat doe ik natuurlijk ook. En in mijn planning komt bijvoorbeeld voor de kabelworkshop. Die ga ik hoe je kabels breidt. Dat is voor mensen die al kunnen breien, maar nog nooit een kabel hebben gemaakt. En die ga ik op verschillende plekken geven. Kijk daarvoor weer even op mijn website. Tijdens mijn workshops gaan we zelf natuurlijk dingen maken en met de techniek aan de slag. Maar ik neem ook altijd heel veel voorbeelden mee. En dat is waar ik deze maand vooral heel erg druk mee ben. Met het maken van voorbeelden. En daarvoor gebruik ik patronen die je op Ravelry kunt vinden. Zoals deze, van deze hoofdband. En er zit maar 40 meter wol in dit project. Dat vind ik zo'n raar idee. Het is op naalden 9 gemaakt en het is echt waar, het is in een uur klaar. Nou, 2 uur als je er iets langzamer over doet. En het is heel erg warm. Mijn dochter, puber, vindt het een vreselijk ding. Ik mag het niet opzetten als ik met haar naar buiten ga. Daarnaast ben ik een patroon aan het breien van een sok met kabels. En het is ontzettend leuk breien. Het is echt een heel leuk patroon. Maar ik vind het garen te wild om het patroon mooi, de structuur mooi naar voren te laten komen. Dus dat vind ik iets minder. Ik maak hem wel gewoon af hoor, maar ik maak geen tweede sok. Dit wordt echt een voorbeeldsok. En zoals altijd, nee, dat is niet waar. Ik wou zeggen dat ik altijd mijn sokken brei op een rondbreinaald, maar dat is helemaal niet waar. Maar deze sok brei ik op mijn Haya Haya Sharp. En ik denk dat het maat 2.25 is. Maar nogmaals, alle informatie en alle details over projecten, zoals deze en deze, kun je vinden op mijn Ravelry pagina. En de laatste kabelsok waar ik mee aan het werk ben, is deze. En ik ben echt dol op die hele kleine verdraaide steken. Echt heel mooi. Dit laatste patroon komt uit dit boek. Het is een nieuw tijdschrift, Engelstalig. En dit is de sok die ik aan het maken ben. En hij heet Sif. Dus dat is even in vogelvlucht alle kabelbreiprojecten waar ik mee bezig ben. En zoals je merkt gebruik ik dus patronen die ik zelf maak, maar ook bestaande patronen. En dat is eigenlijk ook meteen de vraag van deze week voor jullie, als je straks mee wil doen met de giveaway. Waar haal jij je patronen vandaan? Verzin je ze zelf? Maak je gratis patronen van Ravelry of die je via Pinterest bijvoorbeeld hebt gevonden?
koop je tijdschriften of breiboeken in wolwinkels. Download je patronen, betaalde patronen van Revelry. Of misschien doe je wel alles. Dat doe ik namelijk. Ik doe van alles wat. Maar wat ik mezelf wel heb beloofd en wat ik eigenlijk al een hele tijd doe, is dat ik iedere maand minimaal één breipatroon of haakpatroon via Revelry koop. Niet alleen omdat ik dat wil maken, dat project, maar ook omdat ik het belangrijk vind dat breiontwerpers en haakontwerpers hun werk kunnen blijven doen. En dat kunnen ze alleen blijven doen als het ook wordt verkocht natuurlijk. Dus ik heb mezelf vanmorgen een heel tof patroon cadeau gedaan. Heel verrassend, ook weer met gekruiste steken. En dat heet de Mistletoe Socks. Dus als je me volgt op Instagram zie je vanzelf voorbij komen wat ik aan het maken ben. En dat patroon is van Wool Club. En dat is een dame uit Berlijn, een meisje. Kortom, alles vind je in mijn show notes. Wij gaan door naar de giveaway van deze week. Nee, ik ga eerst nog even iets vertellen hierover. Dit is mijn nieuwste ontwerp. Het is een gebreide sjaal. En de mensen die mij op Patreon volgen, die zullen als eerste het patroon, de $5 mensen zijn dat, zullen als eerste het patroon gratis ontvangen. En daarna is hij natuurlijk ook verkrijgbaar gewoon in mijn Revelry store. En ik heb hem gemaakt van Organico. Dat is een katoen van Lana Grossa. En dat is een heel... Ik zit even om me heen te kijken of ik de restjes nog heb. Nee. Het is een heel zachte katoen. En er zit 90 meter op een bolletje. Dus hij is vrij dik en heel los getwijnd. Dus het zit niet helemaal strak in elkaar zoals je bijvoorbeeld hebt met Catania of Cotona. Dat is het katoen waar bijvoorbeeld heel veel beestjes mee worden gehaakt. Dat zit heel mooi strak en dat is ideaal voor dat soort projecten. Maar voor een sjaal die lekker zacht en warm, in ieder geval zacht moet zijn aan je huid, is een losser getwijnd. Dus dat twijnen is hoe een draad om elkaar heen gedraaid zit. Hij is heel los, waardoor het een ontzettend zacht breisel wordt. Deze heb ik zelfs op naalden 6 gedaan. 6 mm. En dat maakt natuurlijk ook uit. Je kan ook op 4 mm ermee breien of op 3 mm. Maar dan zal de structuur van je breiwerk veel vaster worden en dichter op elkaar, waardoor het ook harder aanvoelt. Terwijl als je een losse steek, in dit geval een ribbelsteek, op dikke naalden met een zacht garen geeft een heel zachte structuur. Meer daarover vind je dus op Revelry, maar ook op Instagram. En dit patroon is mijn Hackford sjaal. En dat is gemaakt met een patroon, met een steek die mijn oma vroeger altijd gebruikte. En haar meisjesnaam was Hackford, vandaar de Hackford sjaal. Maar nu, lieve kijkbuiskinderen, gaan we echt door naar de giveaway. En dat is geen kinderachtige giveaway. Hij bestaat namelijk uit 2 onderdelen en 4 dingen. Namelijk 3 bollen wol. Heerlijke, zachte alpaca met wol. Van dit merk. Rauma. Het is nu langzamerhand verkrijgbaar in Nederland. Op steeds meer plekken. Vraag ernaar in je wolwinkel of ze het voor je kunnen bestellen. Het is namelijk heel erg zacht. Ik heb een voorbeeld ermee gemaakt. Dat zijn dezelfde kleuren als die je kan winnen. En door de alpaca voelt het enorm lekker zacht. Dus het is ideaal voor babyspul bijvoorbeeld. Maar ook voor mutsen, sjaals en allerlei kleurwerk ook. Hele mooie draad. Beschikbaar gesteld door Style & Living. Dat de importeur is van Rauma. En het komt uit Noorwegen. Dat wou ik nog even zeggen. Het is Noorse wol. En ik vond deze kleurencombinatie wel heel erg mooi. Er zit 100 meter op een bol. Dus het is geschikt voor naalden 3,5, 4,5. En ik brei er zelf mee op 4. Dat vind ik het mooiste dikte ervoor.
Maar dat krijg je niet alleen. Je krijgt ook nog zo'n ongelooflijke schattige garenbol. Of een garenkom. Of een bolhouder. Ik heb er nog steeds niet echt een goed woord voor gevonden. Kijk, je bent lekker aan het breien. En je doet de bol erin. En hier zit zo'n heel handige uitsparing. Dus terwijl je zit te breien, blijft die bol mooi op zijn plek. Deze heeft zelfs twee gaten, dus je kan hem ook nog door deze heen doen. Heel erg mooi. Hoe kom ik aan die bol? Die heb ik. Die is beschikbaar gesteld door mevrouw Polska. En zij importeert zelf deze bols, maar daarnaast natuurlijk ook gewoon allerlei servies Pools aardewerk. Zo wou ik het noemen. En dat bestaat uit heel veel dingen. Deze informatie krijg je natuurlijk erbij als je dit wint. Wat moet je hiervoor doen? Het is simpel. Beantwoord de vraag: waar haal jij je breipatronen en je haakpatronen vandaan? En dat doe je, dat beantwoorden, hieronder op YouTube of in de Ravelry-groep van Puk Vossen. En dan ding je vanzelf mee naar de giveaway. En ik trek over 2 weken de winnende naam. En die krijgt dit dan naar haar of zijn huis opgestuurd. Dit was het weer voor deze week. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik hoor graag je reactie. En als je bijvoorbeeld een vraag hebt of je wil iets weten, laat het me dan weten. Een hele fijne maand januari. Ik zie je weer over 2 weken. En een fijne dag. Dag allemaal. Dag. We'll be right back.